Welkom bij het tweede deel van de Poot-Düsseldorf special van Watersport TV. We vervolgen onze koers over de beurs. Heb je deel 1 nog niet gezien? Kijk dan hier nog even. De Flyer 33 is een boot gebouwd door en voor zeilers. Maar dan wel zeilers die van snel en comfortabel houden, maar dan wel in een luxe dag- of weekendboot. De Flyer 33 is sinds 2020 een onderdeel van de boten die Menke Maritiem aanbiedt. Ik wilde al een aantal jaar mijn horizon verleggen naar een D-sailer. Deze boot kwam op mijn pad. Dijkstra ontwerp in opdracht van Rutger Moore, die in de jaren 80 wereldkampioen was in de kadetklasse. De boot heeft van origine in het ontwerp een zogenaamde Hollandse merenkiel, 1,35 meter diepgang, waarmee je dus Friesland, Hollandse plassen, IJsselmeer allemaal uitstekend kan bezeilen. Optioneel is ook een racekiel te leveren, dan wordt die 1,85 meter. Ja, toen we het project overnamen, ga je vervolgens kijken wat kunnen wij als Menke Maritiem hierop loslaten waar die boot beter van wordt of wat kunnen we verbeteren. Nou, dat was in het zeilplan en in de hele rigging en de cockpit layout natuurlijk helemaal niets. Daar heb ik echt niks toe te voegen. Maar in het interieur hebben we een paar dingen wel even een jutje gegeven. Waardoor het als D-sailer, weekender, net even wat meer functionaliteit had als de eerst gebouwde boot. Wat wij in het interieur heel belangrijk vonden is dat je goede privacy in je toilet hebt. En dat je ook ruimte in je toilet hebt. Vanuit mijn motorboten zeg ik altijd met een glimlach, niemand wil zo op de toilet zitten. Dat moet zo kunnen. En dat wil ik jullie graag even laten zien. Als de toilet door iemand gebruikt wordt, dient de toiletdeur ook gelijk als privacy schild. En op het moment dat je de boel weer dichtvouwt, heb je de toilet netjes achter een deurtje weggewerkt. We hebben een mooi breedbed in de punt, een tweepersoons. En hier achterin twee bunkbeds die ook als banksalon gebruikt kunnen worden. Iedere boot wordt geleverd met een tafeltje in de salon die ook in de kuip kan worden gebruikt. Interieur is hier uitgevoerd in bamboe. Dat was op verzoek van de eerstkopende klant. Die wilde de duurzame houtsoort verwerkt hebben. En dat is door de opvolgende klanten beaamd. Dus we zijn een beetje verslingerd geraakt aan bamboe. Ja, en ook deze Flyer 33 wordt door ons gebouwd op de werf van Neil Marine in Sri Lanka. Daar hebben wij sinds 1997 inmiddels 950 boten gebouwd. Het mooie is als je met deze boot zeilt en je hebt die helmstok in je handen, je ziet een zuchtje wind komen. Dan voel je dat trekken en dan schiet ze weg als een Ferrari. Het is één groot feest. Yamaha kondigde kort voor de beurs een aantal innovaties aan, waaronder de 350 pk V6 buitenboordmotor. Daarnaast heeft het Helmaster EX-systeem ook een aantal upgrades gekregen. De nieuwe F350, gebaseerd op onze V6 motoren, beschikbaar vanaf 225 pk. Dan hebben we vervolgens een 250 pk en 300 pk. En nu dus nieuw ook een 350 pk. Vanuit de markt was er toch wel behoefte aan een 350 pk. Wij hebben dus, zoals ik zei, een 300 pk, maar ook nog een 400 pk. En er zat dan best wel een groot gat tussen de 300 en de 400 pk. Daarom dus de 350 pk. Gebaseerd op onze V6, die al langer bekend zijn. Het motorblok is dus eigenlijk ook vanuit de basis hetzelfde. Hij is ietsjes opgeboord, dus we hebben wat grotere cilinderinhoud. Zo zijn er nog een aantal technische functies. Beschikbaar op de nieuwe F350 die de 300 vooralsnog niet heeft. Zo is het staartstuk aangepast. Er zit een sterke staartstuk onder om zodoende grotere propellers te kunnen gebruiken onder deze motor. Zo is het ook voorzien van de nieuwste eigenschappen, met name voor het Helmaster EX-systeem. Dat is ons besturingssysteem met bijvoorbeeld de joystick. Om zoveel mogelijk achterwaartse stuwkracht te hebben, om dat te creëren, is de uitlaat aangepast, waardoor de uitlaatgassen in zijn achteruit niet uit het midden van de propeller komen, maar boven de propeller uit de motor komen.
Deze motor is ook voorzien van het drijfbouwwaaier en steerbouwwaaier systeem. Dat houdt in dat je gas geeft via een elektrische of elektronische gashendel en dus ook schakelt daarmee. Daarnaast zit er dus op deze motor geïntegreerde elektrische besturing, waardoor het sturen nog weer soepeler gaat, instelbaar is. Dus het is mogelijk om de hoeveelheid omwentelingen van het stuur in te stellen en de reactievermogen van de motor zeer hoog. We staan hier dus bij het Hellmaster EX systeem. Dat is het systeem van Yamaha en dat bestaat uit verschillende niveaus. Niveau 1 dat is het drijfbouwwaaier, schakel- en gasgeefsysteem. Niveau 2 is het elektrisch stuursysteem. Niveau 3 is de autopilot, ofwel stuurautomaat. En level 4 of niveau 4 is dan de joystick. Vanaf vorig jaar was het mogelijk om de joystick te koppelen aan een boegschroef, proportionele boegschroef van Vetus, bij 2 of 3 motoren achter de boot. Vanaf dit jaar is het ook mogelijk om een sidepower boegschroef te koppelen. Daarnaast hebben we het uitgebreid waarbij het ook mogelijk is om met een enkele motor of met 4 motoren of zelfs met 5 motoren de boegschroef te koppelen aan de joystick. Een genereuze mijlenmaker. Zo wordt de Beneteau Swift Trawler 41 genoemd. En na een rondleiding aan boord, dan snap je wel waarom. Het schip is bedoeld voor lange reizen te maken op zee. Het is een snelvarend motorjacht, dus geen sportboot. De keuken, de open keuken, de makkelijke doorgang naar de kuip toe. Dit is het motorruim, toegankelijk. 2 Yanmars 6-cilinder 320 pk dieselmotoren. Zuinig in gebruik. Het schip heeft een cruisingsnelheid van 7-8 knopen en een maximumsnelheid van 20 knopen. Voor je beeldvorming, 7 knopen heeft het schip een actieradius van 700 nautische mijlen. Wat het schip ook nog uniek maakt is dat het zowel in een fly bridge uitvoering is als in een sedan uitvoering. En de sedan uitvoering is voor mensen die bij wijze van spreken door Nederland of door Frankrijk lage doorvaarthoogte en ook zeg maar, hun afstanden kunnen varen. Het schip heeft maar één indeling. Er is maar één configuratie, dat is met 3 hutten. Wel kan je kiezen zeg maar, in een lichteik interieur of in een teakhout interieur. Wat een leuke keuze is geweest van Beneteau, is dat als je met meerdere mensen bent, dat je de bank, de stuurmansbank, kan laten zakken. En de tafel kan laten klappen, waardoor je met 7 tot 8 personen kan zitten eten of even na kan praten over je mooie zeetocht. Waar het schip denk ik ook uitmuntend in is in de bergruimte. Dus veel kastruimte, waardoor als je met een lange reis met meerdere personen ook veel bergruimte hebt. Kapiteinshut, ruime hut, centraal bed met een zijopstap daarbij. En dat zie je steeds vaker, heb je een aparte douche en een aparte toilet. Zodat als je gaat douchen, niet je hele toilet ook nat is. Aan bakboordzijde een ruime hut. Stuurboordzijde een extra toilet met douche. En hier nog een extra bed. En eventueel nog ruimte om spullen mee te nemen, extra zaken. Of eventueel daar nog een wasmachine te installeren. En dat vind ik een uniek argument bij de trollerachtige, de zijdeur. Zodat je ook alleen zeg maar het schip relatief makkelijk kan manoeuvreren of aan kan leggen. Een zonnedek die je ook eventueel kan gebruiken. Om te zitten. En ook hier kan je weer makkelijk rondlopen. Doordat de motoren meer in het midden staan en assen aangedreven, heb je hier een gigantische bergruimte. Hier zijn we boven op de flybridge. Zoals je ziet, veel zitruimte. Prachtige zit voor de schipper. De Beneteau Swift Trawler heeft een serie van een 35 voet, een 41 voet fly, een 41 sedan, een 48 voet. En er zullen in de toekomst meerdere modellen op de markt gaan komen. In hal 10 en 11 op boot Düsseldorf vind je alles op het gebied van accessoires en apparatuur. Zoals hier bij Raymarine. Dit is een van de nieuwe producten van Raymarine.
Het is een 360 camera systeem van Nieuwboot. Het is een camera systeem die u de mogelijkheid geeft om 360 graden om uw boot te kijken. Het systeem bestaat uit 6 camera's. Aangesloten op een black box systeem van het merk, wat dan weer aangesloten wordt op het netwerk van Raymarine. Het is erg makkelijk om te installeren en wat ook erg makkelijk is, is dat je het zelf in water kan kalibreren. U krijgt natuurlijk de assistentie van Raymarine, maar daar waar mogelijk krijgen wij ook de assistentie en dat kan online gebeuren van de engineers van het Nieuwboot docking systeem. Ook belangrijk om te noemen zijn deze camera's. Makkelijk in te bouwen en ook zeg maar niet erg opvallend aan boord van uw schip of op de romp gemonteerd. Nieuw bij Raymarine zijn ook de nieuwe mastdisplays. Deze hebben we in 9 inch en we hebben ze ook in 7 inch. De mastdisplays zijn te verkrijgen met brackets voor 1 of voor 2 displays. En u kunt zien, zowel in landscape formaat als in portretformaat, zeg maar, te monteren op uw schip. Daarnaast heeft Raymarine bij de laatste software update, zeg maar, de hele software aangepast naar onder andere ook software voor zeilwedstrijden. En deze is middels, zeg maar, een extra button in de softkeys aan te tippen, zodat feitelijk je hele kaartmenu, zeg maar, geïntegreerd is of gebruikt kan worden voor zeilwedstrijden. Denk aan racetimers, denk aan de startlijn, denk aan leylines, enzovoort, enzovoort. Delphia die stimuleert het mindful varen. Maar wat moeten we ons daar nou precies bij voorstellen? Mindful cruising, het ontsnappen uit het hectische leven, de rust ervaren op het water, genieten van de natuur en de stilte, dat kan dus heel goed op de Delphia 10. Delphia 10 is ontwikkeld, getekend door Freepark, Snake. Zij hebben op de Delphia 10 hebben zij 3 verschillende modellen gemaakt. We staan hier op de Lounge Top. De Lounge Top heeft open zijkanten die met canvas dichtgemaakt kan worden. We hebben hier aan de andere zijde nog de Delphia 10 sedan liggen, die helemaal gesloten is. Je ziet veel ruimte, lucht. Het is echt een hele mooie combi, een unieke combi tussen het open varen, maar toch beschermd tegen de zon of tegen de regen. Als we de bank omklappen, ontstaat er een mooie loungehoek waar je heerlijk kunt zitten met vrienden, familie. De stuurzijde met een goede deur in de zijkant. Middenbolder, waardoor de kapitein makkelijk zelf ook de middenlijn kan vastleggen. Binnen heeft het schip beschikt over 2 cabines. We hebben hier een splitbed, die ook als tweepersoonsbed fungeert. We hebben een paar mooie zijvakken qua bergruimte, maar ook in het midden. Als je het bed in de splitmodus hebt, grote bergvakken. En als tweede hut hebben we hier nog een tweepersoonskamer, ook uitgevoerd met grote vakken, ook onder het bed, veel bergruimte. Optioneel hebben wij hier een tweepersoonskamer. Standaard zit hier een klein kantoortje in, die hadden we hier vorig jaar staan met een klein werkkamertje. En een riante natte cel. Met een mooie glazen wand. Elektrisch toilet. En een moderne wastafel. We zijn niet tegen de diesel, maar wij promoten het elektrisch varen. We hebben hier aan boord een hele mooie Torquido 55 kilowatt motor liggen. Dus zeg maar 80 pk. Maar het kan ook zo zijn dat u een diesel erin wil. Dat kan ook. Wij leveren dit schip standaard met een 45 pk diesel. Optioneel 57 pk of een 110 pk. Alle 3 de motoren zijn van Janmar. We hebben hier een hele mooie doorgang. Doorgang gewoon naar het gangboord. In het gangboord hebben we nog een grote opbergruimte voor lijnen, fenders. Eén zijde heeft dus het hogere gangboord. En aan de andere zijde hebben we een mooi toegankelijke laag gangboord. Met voorop nog een mooi zonnebed. Het luik heeft ruimte gekregen.
waarin je heerlijk uit of in de zon kunt liggen. Eveneens bij dit pakket bieden wij ook een zonnescherm aan. Die sluit u aan hier op de haken. Komen er twee paaltjes voorop te staan, heeft u een zonneafdekking, zonnescherm. Even hebben hier een mooie zithoek, waarbij de achterleuning voorgeschoven kan worden, zodat je ook achterop heerlijk kunt zitten. Ja, we hebben hier aan deze zijde hebben we de Delphia 10 sedan, waarbij je ziet dat het schip volledig gesloten is. Nou, je ziet het is een hele andere setting. Onder hebben we de kombuis, uitgevoerd met een 2-pits kooktoestel, ruime koelkast. Anders zijn er nog een koellade en een wasbakje. Ja, hieronder de vloer ligt de motor. Deze schip is uitgevoerd met een 110 pk Yanmar dieselmotor. Dit was de special van Boot Düsseldorf. Ik hoop dat je heel veel inspiratie opgedaan hebt voor het komende seizoen. En blijf ons volgen op Watersport TV.